Of jullie kijken naar weer een nieuwe Purge video. Het is vandaag aflevering 2. Ik sta vandaag op ons eiland een beetje random rond te durpen. Ik weet niet waarom ik dit hier zo stond te doen. Maar omdat het kan. Ik heb vandaag een hele simpele vraag. Het is een korte aflevering, maar het is in mijn ogen wel een belangrijke en ook een leuke voor jullie. Mijn vraag is heel simpel. Ik ben benieuwd wat jullie van deze serie vinden. En ook of jullie nog ideeën hebben voor deze serie. Maar misschien denken jullie wel, of denken jullie wel van wat wij helemaal niet over nagedacht. Van, bouw ik daar een base, of bouw dit, of bouw dat. Dat leek mij in ieder geval tof om te doen. Dat leek mij in ieder geval tof als jullie daar iets voor konden bedenken. Dus van nou weet je dat, ja. Bij wijze van spreken, hier heb je al een beetje een natuurlijke muur, weet ik veel. En dan bouw je een fort in ofzo. En dan komt hierachter, weet ik veel iets. Een pleintje, en dan komt daarachter komt een base of zoiets. Of hier komt een base. Of juist onder de grond, of juist heel erg boven de grond, een groot kasteel op die boom, of... Weet ik veel, je kan het zo gek niet bedenken, alles is mogelijk. Maar als jullie leuke ideeën hebben, laat het even achter. Wat ook zo is, is op het moment dat deze video online komt, dus op vrijdag. Dan is de dag daarna, dus op zaterdag, aankomende zaterdag dus, is de eerste Purge. Dat is een uur, het is van 7 tot 8. Ik hoop dat ik erbij kan zijn en wat tofs kan filmen voor jullie. Maar ik kan het niet beloven. Omdat ik natuurlijk mijn dag niet altijd perfect kan plannen. Waardoor ik dus niet weet of het voor mij mogelijk is om erbij te zijn. Ik hoop het wel, want het is me eerder ook al niet gelukt om een keer bij zoiets te zijn. Maar ik doe natuurlijk mijn uiterste best om dat voor jullie te doen. Dus ik hoop dat het tof wordt. En als jullie denken, waar loop ik ondertussen naartoe? Ja, ik heb iets gebouwd laatst. Afgelopen zondag volgens mij, ergens in de ochtend. Kijk, daar hebben we het al. Een vissershutje. En neer denken jullie van, hè, waarom bouw je een vissershutje? En waarom ziet het er zo fucked up uit? Nou, aangezien ik zelf vind dat het eiland hier, omdat het hier zo mooi gedecoreerd is, vind ik persoonlijk al die grote bomen en al die shit, vond ik het wel tof om hier een huisje te bouwen wat een beetje vervallen was en dat niet echt dicht bij de rest ligt. Hier zitten dan twee van die lampjes en hier zitten wat lampjes en wat dingetjes. Dan kan je gewoon lekker vissen. Super tof. Dat was in ieder geval wat ik even wil laten zien. Het leek me leuk. Maar dus even concreet, even simpel gehouden. Het leek mij tof als jullie dus achterlaten of jullie de serie leuk vinden. En of jullie nog ideeën hebben waar wij iets van de bunk kunnen bouwen. En of jullie het tof zouden vinden als je iets van andere teams zou zien. Of dat wij bepaald iets gaan doen bij de volgende Purge. Of juist als jullie snel zijn nog bij de eerste Purge. Het kan heel goed, het kan allemaal. Dus alles is mogelijk in principe. Dus wat zouden jullie tof vinden? Laat het even achter dan in de reacties hier beneden. Ja. En dat zou hem dan wel zijn. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Hij was informatief, zou je dat zo maar noemen. Dus nuttig, zou ik het zo maar zeggen. Weet ik veel. In ieder geval, hij was nuttig, leuk hoop ik. En ik hoop dat jullie het even voor mij willen achterlaten. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. En dan hopelijk Purge beelden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg.